Aangeschoven onze eerste gast, Teunis Piersma. Goedemorgen. Bon. Oud-bekende, wethouder bij ons geweest, jaren geleden. En dat vroeg ik mij eigenlijk af. U bent toen op een gegeven moment burgemeester geworden. En dat hield toen op een gegeven moment door herverdelingen en dergelijke op. En toen, een zwart gat? Nou, dat is wel redelijk tafel. Ze weten je wel aardig te vinden. En de meeste mensen denk ik dat burgemeesters nou haar carrière vergees binnen. Dus dat is, je moet ook wel eens een beetje daarom denken. Dus ik heb zelf een uitkering. In principe tot mijn pensioen, dus dat is al best genoeg. Je krijgt 100% van je oude salaris. En je mag dat, die andere 30% die mag je wel bijverdienen, die mag je putsies enzovoort hinnen. Nou ja, dat doe ik tegen mijn best, want ik heb een eigen bestuurlijk putsiebedrijf, zal ik dat zelf neem. Teunis Piersma ABC, adviseur, bemiddelaar en commissaris. En ik doe dus inderdaad de activiteiten die in die treien haatstikjes vallen. En weten de mensen u dan te vinden? Ze weten me heel goed te vinden, in die zin dat de helft van de dingen die ik doe, die willen mij in een scoort smitten, zou dat dan je. En door de held, en dat is ook wel leuk, daar ben je zelf achterom. En nou, dat is ook een uitdaging om daar wat van te maken. Dat kun je dan zelf uitzoeken wat je dan gaat doen? Ja, ik ben wel in Safira eigen baas, ik ken ik eens een keer ergens Nations is dat ik denk, nou ja, dit is mij te mal, of dit die te volle tijd kost je. Nou ja, het moet ik passen in de rest van de dingen die ik doe. Als je aan het eind van de rit binnen, dan zeg ik wel eens, dan werk je ongeveer van het winterschilderstarief, 30 euro in de oren. Als je alle vrijwilligers werken, alle betalen, werk optellen, is dat ongeveer het resultaat. Ja. Maar we hoeven geen begrutsing te hebben. Nee, net niet die goed begrutsing bij mij. We hebben wat dat betreft, dat is een hele riante regeling, ik kan het hoor zeggen. En je hoort er daarmee al die mensen die het ontslaan worden, soms hun eigen hoesie op Pieter maten, nou dan ben het wel oren gevallen dat je klaar maakt. Dan ben ik net die jongen dat men medelijden met hem had. Nee. Zullen we dat niet doen? Nee, dat is me zeker net wel. Zo zijn ze ook bij u gekomen als voorzitter van de stichting Op Doutenburg. Hoe kwamen ze bij u terecht? Ja, als je dat weer wat in de tijd dat er dat de relatie met de gemeente het iets eerst ook een beetje onder spanning zie dat hij wat krijgt, maar dat het bestuur besluit hier om entree te heffen. Nou, de gemeente die moest nog een omgevingsvergunning afjaan. En dat stier politiek nogal wat onder druk. En men hier wel jeder zocht om een voorzitter, omdat de jedere voorzitter, dat wie mijn oud-collega Rietslid Wim Mertens. Nou, die hier ziekte prikkelen, om zo maar te zeggen. Dus men zocht vervanging en vervanging benamen in de hoek van relaties met politiek bestuur, zeg maar. En toen kwamen ze terecht bij de heer Teunis Piersma. Ja, toen ben ik even benaderd en toen hebben we een kennismakingspeteerhand. Nou, ik hier wel terug dat dit net iets wat je even tussen die rappels en de brei ertussen trok, dat dit een grote oorslag op mijn tijd worden zo, maar en die omslag is ik nog wat groter dan ik doe voorsteld, mij vaststelt hier. Maar ja, het is in ieder geval een heel mooi project. Het is een uniek project wat er realiseerd wordt. En nou ja, dat vind je dan ik een uitdaging om daar mooi proberen die stal aan te gaan. Want heeft de omgeving nou eigenlijk in de gaten hoe uniek het is? Nou, ik denk het nog net, eerlijk gezegd. Ik denk net dat de meeste mensen al goed beseffen wat er bad. De villa die moest heegnedig gerestaureerd worden. Het zeer geruurd als een oude bed, om het maar even simpel te zeggen. Nou, er komt een glazen paviljoen bij, wat een kunstwerk is. Wat maken is toch een Japaner te jaren met een Nederlandse architecten. Er komt een podium bij met bankjes in het historische park. Er komt een toilet-eenheid bij en daar wie ik verlet van. Dat wie hier het onderzoek in blikken die en dat de mensen, die kon dan net zo vol. En dan een van de gedachten weer komt de verblijfstijd in het park en in de villa verlengen te kennen. En wat ik zichtbaar is van de oude Riekstrijd, waar je af en zelf is, dat je zien kunnen dat het park haast verdubbelen wordt met allerhande kunstzinnige dingen erin. En dat wordt echt een attractie. Als ik zeg bij Glieks dat er nou een BM het pleest wordt, dat het Wopma van Jesterhaai het had maken. Nou, van daaruit ken je de verschillende onderdelen van het park bezien. En ik denk dat het naast van Bernen, maar ik zelf van volwassenen, een uitdaging is om in die BM het te klimmen, mijn trapje, en dan dat veel toezien. Ja, ik moet die villa nog, want
Is die villa net in beheer bij de IP? Nee, wat ik, die politieclub? Nee, dat is al lang verleden. Dus okay. Het is ik ben het bezit, maar... ja, de IPA-stichting. Ja. Dus die het er als hierder gebruik van maken. Okay. Maar eerlijk gezegd zelf, zeg ik van, daar is het al hier ik net echt beter van worden. Misschien moet ik even er ook constateren dat er doe wat minder goed op post is. Als je de erfelater aangeloogs met IP, die heeft dit vanzelf om de stichting op Toutenburg neerlitten. En dan praast over de villa, dan praast over wat in een volksmondje de bosk van IP. Maar dan praast ik over een grote hoeveelheid landerijen. En die landerijen, dat is om en nabij een lietse 280 hectare, die moeten er mooi verzwaren die hier opbrengsten om het park te onderhouden en ik om uw personeelsleden vanzelf te betalen. Ja. En dat kan nog steeds? Dat kan, maar dat houdt net over in die zin van... Want die landerijen, want waar had hij in beheer dan? Dat ben boeren? Ja, dat is verpacht door een boer en ja. Dat brengt natuurlijk hierop. En die pachtinkomsten, daar kunnen we personeel van betalen en daar kunnen we zorgen uitgaven van doen. Maar, laten we zeggen, het is genoeg om het ambitie te onderhouden, maar echt om naar de toekomst goed in stand te houden, dan heeft het bestuur, voordat ik erin zie, het besluiten om nieuwe wegen in te slaan en dat is... parkuitbreiding uit te gaan en daar zit ik maar aan niks om extra inkomsten te verwerven, dus om meer te bieden en dan ik entree-inkomsten te krijgen, zodat ik een betere groenslag heb om in naar de toekomst te het park en al die bezittingen echt goed te onderhouden naar de toekomst te. Want dat die toegang straks geheven wordt, dat is wel duidelijk. Dat is duidelijk, ja. Dat is en het binnet. Ik denk net schokkende bedragen van een eenmalige entree praast door een Riesdaalder. Maar ook kist ik vreun van Vijversburg worden. En als echtpeer, als twaalf, 12 of twaalf mensen die samenwenning, dan betalen ze een tientje per jaar. En mijn band erbij, een familie, zeg maar, dan praast voor €15 best al als familie vreun van Vijversburg. En kist het hele hier. De broek van Maartje. Maar is er een aquasuitleider vlak naast, de Sienhoorn bijna. Hij werkt ook naar je tocht om daar combinatie met de zieken, maar daar kom ik een soort meisken. Er zijn wel combinaties mooi zacht werken. Alleen het weer net zo dat wij ons daar melden om aquasuit voor te nemen. Dat is nog correct even te mal. Nee, maar je kan wel gearworking zieken. Je kan wel zien, mijn combikaten of wat dan ook. Dat is iets van de toekomst vanzelf. Dus wij met nou zelf eerst even de voeten onder het gat krijgen. Met eerst even een stabiele organisatie worden. Dus we moeten deze verbouwing en restauratie achter de rug. En dan komen hebben de tijd dik om. En dan stilt mijn aquasuit hopelijk ook weer wat stabiel wezen. Dan kennen we daar best gearworking. Maar zie ik liever dus ik maar de camping die daar vlakbij laat. Ja. Want als je ziet wat er allemaal gebeurt. En u heeft zo net al een aantal dingen verteld. Dat gaat om nogal wat geld waarschijnlijk. Ja, dat gaat om een knoarreel. Dat mag ik wel stellen. En die hebben wij ook net in de boes. Maar hoe financiert u het dan? Nou, wij financieren dat. De grootste financier is SNN, het Samenwerkingsverband van Noord-Nederland. Die betaalt 2,7 miljoen. En dan heeft de provincie van Jochen Ton en de gemeente Ljouwert van jou een hele ton. En de gemeente Tietjesdiel van jou een hele ton. En wij betalen zelf. Wij hebben zelf een inbreng in de vorm van de landerijen, de 15 hectare. Dat heeft vanzelf een bepaalde waarde. En wat wij direct een soort instekken is personele tijd, om samen te zeggen. Dus wij stingen formeel voor zelf een saai stond, maar dat hebben we mooi gemaakt.